Radio Nieuwsdienst verzorgd door het ANP. De Tweede Kamer en staatssecretaris Siemens gaan niet in op het verzoek van de instellingen om 45 miljoen gulden extra voor de hulp aan zware... Nou, vooruit. Wat was er aan de hand met die wagen van de boer? Oh, alleen de balk, geloof ik, die wordt gelast. Nou, dat red ik nog wel. Ik kleed me wel even om. Maar daar blijft het bij. En mij hoor je niet, hoor. Het is gewoon niet verstandig wat ik doe. Ja, verstandig. Daar kan je toch niks aan doen? Dan overkomt je gewoon. Ja, die verliefdheid wel, ja. Maar ik geef er ook aan toe. Dat moet ik gewoon niet doen. Ja, maar ik zie niet in waarom niet. Nou zeg, ik ken Peter al vanaf mijn 16e. Gaat eigenlijk heel goed. Waarom zou ik dan hiermee doorgaan? Hm? Nou, dat zeg je net zelf. Het overkomt je. Luister, Jan-Willem. Ik ben er toch zelf bij. Ik wil dit gewoon niet meer. Ik kan het niet maken tegenover mijn ouders, tegenover Peter. We hebben net plannen gemaakt voor een huis. En bovendien, ik hou gewoon van hem. Jij hebt zelf gezegd dat jullie uit elkaar zijn gegroeid vanaf het moment dat jij bent gaan studeren. Dat is toch ook logisch? Hij is maar een automonteur. Wat heeft dat er nou mee te maken? Nou, het is toch ook een kwestie van ontwikkeling? Ach, Bart, jij toch ook, man. Jij begrijpt er ook helemaal niks van. Ja, dat bedoel ik helemaal niet zo, Marjan. Dat snap je toch wel? Je zegt het toch! Bob, zou jij de garage nou niet eens even bellen? De garage? Ja, de garage. Straks hebben ze nog 20 klussen voor hem, komt hij nooit op tijd. Goeie jongen hoor, maar zo gaat het al jaren. Hij laat zich overal voor gebruiken. Dus bel nou even. Zo vaart loopt dat toch niet? Het is altijd een jongen van de klok geweest. Komt best in orde. En als die auto er straks niet is en Marjan komt dan? Staan wij mooi voor apen ons cadeautje. Dat zeg je wel. Hoezo? Ons cadeautje. Ja? Het ligt nog thuis. Thuis. Ik had het kunnen weten. Waarom moet het allemaal zo vandaag? Nou, wat sta je daar nou? Kom mee. Ja. Wat een paniek allemaal, zeg. Doe nou, Marjan. Ga weg. Het is een belachelijk eind lopen. Nou, en? Ze wachten op je. Stap nou in. Pijn ze niet over. Dan ga ik nu terug naar Utrecht. Ja, moet je vooral doen, ja. Hier, succes met die ontwikkeling van je. We hebben nog alle tijd. Op deze manier niet, natuurlijk. Laat het wel gezegd. Moet je nou zo hard rijden? Ik rijd niet hard. Hij redt.
Ja, dat had er ook nog wel bij gekund. Natuurlijk, jongen. Ga je gang maar. Wat kan jou het schelen? Het was anders wel jouw schuld. Je nam je bocht veel te ruim. Zullen we nou maar? We blokkeren je de hele weg. Bekend gezicht al die jongen. Zie je nou? Geen Peter te bekennen. Kijk, daar heb je Marjan. Gut, die zou je toch al lang zijn? Hé, hallo, hoe kom jij hier nou? Nou, zie je toch, lopend. Ja, maar Peter zal jou toch brengen? Nee, ze is geloof ik met iemand anders meegereden. Oh, nee, ik dacht dat. Is het vlees er al? Gelukkig wel. Ga maar even kijken. Vreemd. Waar kwam ze nou vandaan? Kom op, Mia. Wat maakt het uit? Ze is er. Stil maar, Peter. Komt allemaal goed. Geen beginnende verbanden. Ze brandt zelf. Ze valt me erg. Hey, heb je ambulance gebeld? Waar blijft Peter toch? Ja, hij moest toch iets doen, geloof ik. Wat is het nou net? Hij had hier moeten zijn. Vooruit, Bob. We kunnen toch niet. Voordat iedereen er is, willen we graag je cadeautje geven. Nou. Gefeliciteerd, meid. Ik ben benieuwd. Dankjewel. Een autoradio. Wat moet ik daar nou mee? Ja, ik zei nog dat tegen haar. Dat wordt straks al duidelijk, als Peter er is. Zit jij nog maar even in spanning? Zullen we eerst wat drinken voordat iedereen er is? Ja, klaar mee, Paul. Ik waarschuw 4 tegen een self-range coördinator. Dat kan ik zelf vertellen. AC, 4513, zou je voor mij de self-range coördinator ter plaatse kunnen doen komen? Er komt een self-range coördinator, die komt u assistentie verleden met uw schade. En die zal zorg dragen dat hier geen verdere uitbreiding van nevenschade is. Dat er nog meer onkosten krijgt. Ja, zeg Roy, waar is het feest eigenlijk? Rechthuis in Oud-Zuilers. Nou, denk maar even gaan bellen dan, hè. En ik zeg nog zo tegen hem, naar rechts, naar rechts, naar rechts. Het scheelde maar een haar. En die jongen kon er niks aan doen. Bekend gezicht had hij overigens. Ja? Maar nou weet ik het weer, het is die jongen in het leren jek bij de beurluitreiking. Wie is dat? Oh, schone jongen. Oh. Nou ja, het is nog goed afgelopen. Dat veel erger kunnen zijn. Marjan, hè? Er is een telefoon voor u. De garage de Herfst. Dat ene telefoontje maakt een einde aan alle feestvreugde. De brandweer was snel ter plekke, waardoor de schade voor Paul nog behoorlijk binnen de perken bleef. Zijn garage kon na 3 weken alweer draaien. Maar met Peter liep het minder goed af. Hij hield grote littekens over aan de brandwonden. Als hij na het ongeluk wat sneller onder een koude douche was gezet, dan was het allemaal minder ernstig geweest. En Marjan? Ze is bij Peter gebleven. Jan-Willem heeft ze nooit meer gezien. Brand is verschrikkelijk. Hier is het niet voorkomen. Er valt veel te genezen. Thank you.
je nou zo hard rijden? Ik rijd niet hard. Janne had er ook nog wel bij gekund. Natuurlijk, jongen. Ga je gang maar. Wat kan jou het schelen? Ja, het was anders wel jouw schuld. Je nam je bocht veel te ruim. Zullen we nou maar? We blokkeren je de hele weg. Bekend gezicht al die jongen. Zie je nou? Geen Peter te bekennen. Kijk, daar heb je Marjan. Gut, die zou je toch al lang zijn? Hé, hey, hallo, hoe kom jij hier nou? Nou, zie je toch, lopend. Ja, maar Peter zal jou toch brengen? Nee, ze is geloof ik met iemand anders meegereden. Oh, nee, ik dacht dat. Is het vlees er al? Gelukkig. Janne had er ook nog wel bij gekund. Natuurlijk, jongen. Ga je gang maar. Wat kan jou het schelen? Ja, het was anders wel jouw schuld. Je nam je bocht veel te ruim. Zullen we nou maar? We blokkeren je de hele weg. Bekend gezicht al die jongen. Zie je nou? Geen Peter te bekennen. Kijk, daar heb je Marjan. Gut, die zou je toch al lang zijn? Hé, hey, hallo, hoe kom jij hier nou? Nou, zie je toch, lopend. Ja, maar Peter zal jou toch brengen? Nee, ze is geloof ik met iemand anders meegereden. Oh, nee, ik dacht dat. Is het vlees er al? Gelukkig wel, ga maar even kijken. Vreemd, waar kwam ze nou vandaan? Kom op, Mia, wat maakt het uit? Ze is er. Stil maar, Peter. Komt allemaal goed. Geen glimmende verbanden, het is een brandcel. Is er veel te erg? Hé, hey, heb je ambulance gebeld? Waar blijft Peter toch? Ja, hij moest toch iets doen, geloof ik. Wat is het nou net? Hij had hier moeten zijn. Vooruit, Bob. We kunnen toch niet. Voordat iedereen er is, willen we graag je cadeautje geven. Nou. Gefeliciteerd, mijn. Ik ben benieuwd. Dankjewel. Een autoradio. Wat moet ik daar nou mee? Ja, ik zei nog dat tegen haar. Dat wordt straks al duidelijk, als Peter er is. Zit jij nog maar even in spanning. Zullen we eerst wat drinken voordat iedereen er is? Ja, klaar mee, Paul. Ik zei al, dat is nog niet.
Ik waarschuw 4 recht over een zelfheidscoördinator. Het is toch ook een kwestie van ontwikkeling? Ach, barst jij toch ook, man. Jij begrijpt er ook helemaal niks van. Ja, dat bedoel ik helemaal niet zo, Marjan. Dat snap je toch wel? Je zegt het toch! Bob, zou jij de garage nou niet eens even bellen? De garage? Ja, de garage. Straks hebben ze nog 20 klussen voor hem, komt hij nooit op tijd. Goeie jongen hoor, maar zo gaat het al jaren. Hij laat zich overal voor gebruiken. Dus bel nou even. Zo vaart loopt dat toch niet? Het is altijd een jongen van de klok geweest. Komt best in orde. En als die auto er straks niet is en Marjan komt dan, staan wij mooi voor apen ons cadeautje. Dat zeg je wat. Hoezo? Ons cadeautje. Ja? Het ligt nog thuis. Thuis, ik had het kunnen weten. Waarom moet het allemaal zo vandaag? Nou, wat sta je daar nou? Kom mee. Ja, 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 ja. Wat een paniek allemaal, zeg. Doe nou, Marjan. Ga weg. Het is een belachelijk eind lopen. Nou, en? Ze wachten op je. Stap nou in. Pijn ze niet over. Dan ga ik nu terug naar Utrecht. Ja, moet je vooral doen, ja. Hier, succes met die ontwikkeling van je. We hebben nog alle tijd. Op deze manier niet, natuurlijk. Laat het wel gezegd. Moet je nou zo hard rijden? Ik rijd niet hard.